voordeel voor mij om nog eens ex-klaskameraden terug te zien. En ook, mogen we toch ook wel zeggen, onze, of de voorzitter van Wilrijk, van afdeling Wilrijk, dat hij ook een muzikaal talent heeft. En dat kunnen wij allemaal zien in dit volgende gedeelte van deze namiddag met de Sullivans. Alsjeblieft, uw applaus. En zij hadden voor u om te beginnen een mars in petto. Heeft niks met de voerstreek te maken, maar toch noemt de mars terug naar Luik. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dames en heren, ik weet met zekerheid dat ieder van u die hier vandaag in de zaal zit, ooit wel eens klein is geweest. En ik zou u willen uitnodigen om heel even met mij samen even terug klein te worden. Wij beelden ons allemaal in dat wij terug heel klein zijn. Kleine kinderen die voor het eerst naar een circus gaan. En
ik zie dan die eerste clown in mijn leven al binnenkomen in dat circus, onder die grote tent, in die spot. U ziet hem daar binnenkomen, u hebt het allemaal meegemaakt. Als ik dat aan de kinderen vertel, dan roepen ze direct de naam van een clown. Kent u er ook een? Een heel bekende naam van een clown. Pipo. U hebt het beter. De kinderen zeggen toch Pipo. We zitten goed, we zitten goed. Ja. En ik laat die Pipo dan ook altijd aan de kinderen zien, bij wijze van kennismaking. En ik vertel daar een verhaaltje over dat hij in het circus werkte, dat hij op een paard moest springen, van dat paard afviel. Hij viel daar in dat zand, dat was niet proper natuurlijk, en zijn mooie groene kostuum was helemaal vuil. Nu, Pipo die moest s'avonds nog optreden voor het grote publiek, hij moest zich zo nodig omkleden en de clowns die doen dat natuurlijk ergens in een speciale plaats die wij een woonwagen noemen. Ik heb ook een woonwagen meegebracht van Pipo, dat is allemaal in plastic tegenwoordig, dat is goedkoper. Hè? En dan zie je werkelijk... Je ziet werkelijk die clown Pipo in die woonwagen verdwijnen en we gaan hem een ander kostuum laten aantrekken. Aan de kinderen zeg ik altijd, noem maar eens een andere kleur. Ze mogen dus een andere kleur noemen, om het even welk, geen groen natuurlijk, noemt u maar een andere rood. Kleur, is gelijk rood. Goed, we geven hem een rood kostuum, dat gaat dan zo. 1, 2, 3. Ja. En die kinderen, die weten niet wat ze zien natuurlijk. Die kunnen hun ogen niet geloven. Ja, de zak is helemaal leeg. Er steekt dus niks in de zak. Ze kunnen het niet geloven. Dus het is niemand... Wat dacht u? Ja, maar... nee, ik heb hem niet omgedraaid. Nee, ik heb hem niet omgedraaid. Dat is toch niet zo. Anders omgedraaid. Nee, dat maakt helemaal geen verschil. In blauw. De achterkant. Ja. In blauw. Ja, maar daar denken die kleine kinderen niet aan, hè? Die zijn zo klein, hè? Die denken daar niet aan, hè? Je bedoelt dus dat die groene clown aan de achterkant zou staan. Ja. Ja, dat zou best kunnen, hè? Ja. Nu moeten we elkaar goed begrijpen, het was al tamelijk laat geworden voor Pipo en hij vond het eigenlijk de moeite niet meer om nog een ander kostuum aan te trekken. Heeft hij in één keer zijn pyjama aangetrokken. En daar staat de rug.